Ein dunkler Farb in Occident mich sehnlichen erschrecket, seit ich ihr darb und lieg erlennt des Nachtes ungedecket, die mich zu Fleiß mit Ärmlin weiß und Händlin gleiß kann fröhlich zu ihr schmucken, die ist so lang, dass ich von Bang in dem Gesang mein Klag nicht mag verdrucken. Von Strecken krecken mir die Pein, wenn ich die Lieb besäufte, die mir mein Gier neuer Wend allein dazu meines Vaters täuchte. Durch Winkenwank ich mich verkehr des Nachtes ungeschlaffen, gierlich Gedank mir nahend fähr mit unhilflichem Waffen. Wenn ich mein Hort an seinem Ort nicht find all dort, wie oft ich nach ihm greife, so ist neuer, ach, mit Ungemach, Feuer in dem Dach, als ob ich mich brenn der Reife. Und Winden, Pinden, Sunderseil tut sie mich gar gen Tage. Ihr Mund, allstund, weckt mir die Geil mit sehniglicher Klage. Also vertreib ich, liebe Gret, die Nacht bis an den Morgen. Dein zarter Leib mein Herz durchgeht, das sing ich unverborgen. Komm, höchster Schatz, mich schreckt ein Ratz mit großem Tratz, davon ich dick erwache. Die mir kein Ruh lad, spart noch fruh, Dieb, lieb dazu tu, damit das Pettling krache. Die freut ich geut auf hohem Stuhl, wenn das mein Herz bedenket und mich hoflich mein schöner Pool gen Tag freundlichen schränket. Zo eindigt het in een erotische fantasie, maar de stemming is dus hij ligt in zijn bed en de ratten lopen om hem heen en hij is ja verlaten. Ja. Heel mooi. Dit is dus ooit ook een lied geweest. Ja, het was een. Hij was van de wat armere adel en hij vocht tegen de landheren in Tirol, die van Tirol een eigen staat wilden maken en sloot zich aan bij de Duitse keizer. Dus hij was eigenlijk ook, hoewel vanuit zijn positie voor een centrale staat, dus in die zin modern. En hij was ridder, hij zong ook om zijn doeleinden te bereiken. Hij heeft ontzettend veel gereisd en hij maakte daarbij zijn liederen. Hij heeft in de gevangenis gezeten waarschijnlijk niet voor zijn politieke opvatting, hoewel dat ook meespeelde, maar omdat hij vocht om een erfenis en vreemd met de vrouw van een ander. En dus hij heeft een bohemien leven geleid, ja. De zwervende ridder. Maar van dit lied is dus niet de melodie ergens bewaard geweest. Ja, die melodieën die in de middeleeuwen. Hij maakte ook zelf melodieën, maar van heel veel van zijn liederen zijn. Dat waren contrafacten. Dus daar was. Dan had hij een lied uit Frankrijk of uit Denemarken waar hij geweest was. En dan maakte hij op die melodie zelf een ander lied. En een niet muzikaal, maar in ieder geval textueel vaak veel beter lied. Maar goed, het is. Net als eigenlijk ook wat Samuel leest, je hoort het aan die, het is een lied en daarom wou ik het ook in het Duits voorlezen. Je hoort het, hoe de klank, hoe het heel hecht in elkaar zit. En de klank neemt misschien het avontuur soms ook over. En dat is natuurlijk het avontuur van de poëzie, dat de woorden je leven overnemen en daardoor je nieuw leven geven. Ja, wat ook een avontuur van de poëzie is... wat jij in het reactiegedicht doet, heb je geschreven voor Armada, toch? Literatuur ja, Armada. Ja. Waarbij die nacht en die dag veel meer een symbolische betekenis krijgen. En mijn vraag is eigenlijk of dat bij Wolkenstein ook niet het geval is. Nee, ik heb dat wel eerder gehoord dat het symbolisch zou zijn, maar
Een metafoor, dat verrast mij. Omdat het duister van onze werkelijkheid voor mij eigenlijk geen metafoor is. Maar zo werkelijk dat je niet zo kunt scheiden tussen metafoor en werkelijkheid. Ja, natuurlijk. Dus, maar wat ik bedoel is denk je dat... Kun je de tekst van Wolkenstein ook lezen? Anders dan als dat wat er staat, namelijk dat ja, er een dag op die manier aanbreekt. Dat is geïmpliceerd in als ik zeg van hij schrijft in een breuktijd. Dus dat betekent, of zoals Wenzel en Mensching ook in een breuktijd schrijven, dat betekent dat ze dingen opvangen die zeg maar, in het concrete verhaal van een gedicht of in de concrete woorden komt, wat meer is dan alleen dat concrete verhaal. Maar dat zeg maar, de onrust die erin zit, die slaat niet alleen op dat jij je geliefde niet hebt, maar die slaat ook op dat structuren openbreken en dat er nieuwe dingen komen die je nog niet kent. Hm. En daar wordt het dan misschien een beeld van. Maar het gaat natuurlijk altijd over de liefde ook. Zeg. Zou je jouw gedicht willen voorlezen? Ja, en dat sluit dus aan op dat beeld van hij begint aan de verlichting en wij leven in de verlichting, leven wij in de verlichting. Het is een Alba voor Oswald. Hoe, wachter, kon ik weten dat het donker dat aanbrak de dag was? Dit is mijn roem. Uit spraakwatervallen schep ik en dan schenk ik de troebele wijn der klare talen. Ik neem van de namen om de dorst te benoemen. Ik ben het vers en ik ben de roemer op het feest van het leven. Laat, lezer, mij uw kille keel verwarmen. Hef me. Klink, hef me, breng naar uw lippen mij, zing me leeg tot op de bodem. Hoe, wachter, kon ik weten dat het donker dat aanbrak niet de nacht was? Hoe, wachter, kon ik weten dat het donker dat aanbrak niet de nacht was? Met recht toch verwachtte ik het breekijzer licht in de kier van de einder en niet de klap op mijn oog, de klem om mijn hals, rinkelende ketens. De kerker. Op jouw woord had ik tijdig afscheid genomen van de zon in mijn armen en mij verzoend met het ongrijpbare licht van het enige oog van de Allerhoogste. Hoe, wachter, kon ik weten dat het donker dat aanbrak de dag was? Hoe, wachter, kon ik weten dat het donker dat aanbrak de dag was? Ik stak het licht van mijn naam op in het lied. Ik, Oswald, verfijnde de tongval. Fijner wond ik hem dan het verfijnst filigrijn in Latijn. Al verwonden mijn werken mij. Het donker dat ik met één oog doorgrondde, schonk ik mijn lezers met het ander als flonkerend verwoorde. Wist ik dat eenmaal verlicht ze de laaiende geest zouden doven? Hoe kon ik weten dat de klim van de dag de duisterste eeuw bracht, wachter? Dankjewel. We zijn helaas alweer aan het einde van ons programma gekomen. Dit was Radio Pingpong, een programma van Joost Baars, Eva Krammer, Meile Snijders, Caroline van Impelen en Anke van Veen. Volgende week hebben Meile en Eva iets moois voor jullie in petto. Margriet Kruiver en Hans Muller zullen hier te gast zijn. Zij zijn curatoren bij het SBK voor de exposities van de galerie 3234 Magic Beans. Vanavond kunt u gaan luisteren in Perdue naar deze dichters en nog veel meer. Mocht u nog binnen willen kunnen komen. Ik las op de site dat je om 7:00 op de wachtlijst geloof ik moet inschrijven. Het is heel druk. Ik dank jullie allen hartelijk voor je komst naar de studio. Hans Groenewegen, Sylvia Hubers, Thomas Mulman en Samuel Vriesen. Dank jullie wel. En een fijne dag gewenst, luisteraars vol poëzie.